De kerstman is dit jaar in Vassenveld. En ik hoop voor de kleinkinderen dat ik het heel met al plezier ga doen. Ho, 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 ho. Nou, jullie komen bij mij op visite en een filmopname doen voor mijn kerstversiering, kerstdorp. Ik ben begonnen met één huisje en dus langzamerhand is het een beetje groter geworden. Ja, en hoeveel jaar is dat geleden dat je begon met je eerste huisje? Ongeveer 4 jaar geleden. 4 jaar geleden is het begonnen met de eerste huisje. En toen zijn we begonnen met 2, 3 en dan werd het steeds, zeg maar, steeds groter. Ja, en hoeveel heb je er nu? Ik heb nu wel een beetje, als ik een beetje ruim geteld heb, een beetje 200 huisjes. En een beetje klein spul allemaal bij elkaar. En wat vindt uw vrouw daarvan? Mijn vrouw vond het een goede hobby. Die ging er zelf ook kijken op Marktplaats naar een beetje huisjes. En dan de buitenversiering. Dat ging, is heel leuk. Ja, en als je dat zo ziet van tevoren voor het huis en je ziet hier het dorp. En je doet ook nog, je bent ook nog kerstman. Ja. Wat betekent kerst voor jou dan? Nou, kerst is, daar kijk ik elke jaar kijk ik op terug. Kerst, oud en nieuw. En dat vind ik heel leuk. Ja, want wat is nou hetgeen wat kerst zo bijzonder maakt voor jou dan? De kerst is belangrijk dat de familie bij elkaar komt, de kinderen bij elkaar komen. En dat vind ik heel fijn. Ja, je woont hier ook in huis. Wat vind je er nou allemaal van, wat hij allemaal doet? Nou, ik vind het geen probleem. Ik vind het wel mooi. Ja, want heb je zelf ook iets met kerstdorpen of lichtjes? Of... Ja, valt mee. Maar ik vind het gewoon helemaal mooi. Ja, en wat vind je er zo leuk aan? Dan is het de sfeer. Ja, ook gezelligheid en een mooie kerstboom. Het is allemaal een mooie sfeer. En als je hem dan zo ziet klungelen, zeg maar, help je hem dan ook mee? Nee. Nee? Nee, bewust niet? Nee, dat mag ook niet. Nee, wat dan? Nee, dat doe ik allemaal zelf. Dat is jouw taak? Ja. Hier zit muziek in, daar zit muziek in, daar zit muziek in. Rijmolen zit muziek in. En aan welk huisje hecht jij nou de meeste waarde? Is dat als van mijn kleinkinderen, dat kerstdorpje daar, met dat muziek, die heb ik als eerste gekregen. En wat is het nou wat je hier nou zo leuk aan vindt? Is het de sfeer die dat... Het sfeer is heel leuk. En dus elk jaar ga je kijken naar de huisjes. En de kleinkinderen komen graag op visite. Die willen de treintje laten zien. En die willen graag een treintje laten lopen. En die mogen dat ook elke keer als ze op visite komen, mogen ze hem ook zelf aanzetten. Maar dit is een ontzettend dure hobby. Dat valt best wel mee. Als je nieuw wil kopen, dan wel. En als je veel op Marktplaats gaat kijken, dan heb je voor de helft van de prijs. Ja, en als je nou eens alles bij elkaar op zou tellen, voor hoeveel... Als ik het een beetje op wil tellen, dan heb ik het hier, want dit is een collectie. Die met die grote huisjes wat erop zit. Dat is een collectie die kostte €600, nieuw. Nou, en ik zit een beetje aan te denken dat ik een beetje aan 2000 euro zit. Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked in my bedroom. En dan kom je op Marktplaats, ben je aan het zoeken naar kerstspullen. Ja. En dan sta jij er ook in één keer tussen als kerstman. Als kerstman, en dat is dus, als kerstman is het dus het eerste jaar. Dan ga ik, ik heb mijn spullen aangeschaft als kerstman. En ik wil gewoon beginnen als het eerste jaar, als kerstman. En zijn er al aanvragen binnen? Nee, nog niet, want ik sta er ook pas op. Dus, nou, ik zou zeggen, maak even van de gelegenheid gebruik. Nou, de eerste en de tweede kerstdag ben ik dus een kerstman. Wilden jullie graag een kerstman huren? Dat kan voor een half uurtje, kost €50.
En wat doe je dan allemaal in dat half uurtje? In een half uurtje, ja, dan ga ik de kinderen cadeautjes geven en een beetje, als ik weet dus niet zo 1, 2, 3, maar een filter plezier voor de kinderen. Santa Claus, right down Santa Claus Lane, fixin' and blitzin' and all his reindeer pullin' on the reins. Bells are ringin', children singin'. Welkom bij de Kerstman. Ho, 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 treedt u binnen. Dus hier woont u? Hier woon ik. Dit is mijn paleis. Komt u binnen. Komt u binnen. Dit is mijn aanwinst van de kerstman. Ho, 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 ho. Prettige kerstdagen. Mensen, u kunt mij ook huren. Voor een half uurtje speel ik bij u thuis als kerstman. Ho, 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 ho. Maar u bent de kerstman, krijgen we ook een witte kerst, denkt u? Wij hopen van wel dat we een hele strenge winter krijgen. En kerst zit hier heel veel sneeuw. Aankomende maand krijgen we dit jaar een witte kerst. Ho, 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 ho. En de kerstman, hoe leuk is het om dit te doen? De kerstman is dit jaar in Vassenveld. En ik hoop voor de kleinkinderen dat ik het heel met al plezier ga doen. Ho, 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 ho. En hoe komt het dat u nou zo goed de kerstman na kan doen? Ik was van het jaar was ik een Sinterklaas. En nu wil ik dus proberen dat ik dit jaar als vrolijke kerstman het Nederland in kan trekken. Ho, 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 ho. En wat is nou het grote verschil tussen Sinterklaas en de kerstman? De kerst is veel meer sfeer als Sinterklaas. Kijk maar, het wel de mooie huisjes. Ho, 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 ho. En kun je eens vertellen, kerstman, hoe dat ging toen je je kerstvrouw ontmoette? Hoe ging dat? Nou, het ging er vijf jaar geleden. Was ik dus dakloos. En toen heb ik mevrouw leren kennen via haar kinderen. En zo zijn we langzamerhand bij elkaar gekomen. En als je dan deze plaat is dan heel bijzonder? Ja, ja deze plaat. Ja. Want wat is de betekenis van deze plaat? Ja, zit hier de kerstgedachte in? Een klein beetje wel. Ja. 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 Kunnen we naar bed getrokken worden? Ja, zo goed. Ja. Daar ook in voor. Ja. Ja? Uw vrouw zegt net, je bent van de weg getrokken. Ja, ik was toen dakloos zwerver, vijf jaar geleden. En hoe is dat zo gekomen dan? Ja, geen huis meer. Slechte jeugd gehad. Ik denk dus, vrienden, verkeerde vrienden. Ja. En waar heb je al die tijd rondgezworven dan? In de gemeente Doetinchem. Oh, niet alleen in de stad Doetinchem, maar in de gemeente? In de gemeente. Ja. Ja. En hoe kijk je nou terug op die tijd? Is er iets wat je anders had kunnen doen? Als zwerver, daar had ik dus niet in me hoeven te komen. Nee. Want er is, ben ik ingegroeid, met de tijd ben ik toen als zwerver doorgekomen. En zwevend ben je naar het geluk gevlogen, ja. Zeg maar. Ja. Van deze kerst maak al mijn dromen waar. Nee, nooit meer. Zoals vorig jaar. Maar nu dicht bij elkaar. Als straks het haardvuur voor ons brandt. Dan krijg ik dit. Tegen jou hier aan. Wat heb ik na die tijd verlaat? Ons warme huis, een heerlijk thuis, maar wel alleen met jou.
Ik heb dat als jaar als Sinterklaas gedaan. En nu wil ik het gewoon proberen als kerstman. En dan ga je dit jaar voor het eerst proberen? Ja. En wat hoop je? Ik hoop dat ik dit jaar een beetje animo krijg als voor kerstman. En waar kunnen de mensen... Kunnen mij bereiken in Vassenveld op Spreeuwenhof nummer 13. En daar kunnen ze mij bereiken. Ja, toch wel heel bijzonder dat je zo geobsedeerd bent door kerst. Ja. Is dat te verklaren? Nee, dat is niet te verklaren. Ho, 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 ho!